Hallo beste kijkers van mijn YouTube-kanaal. Welkom bij een nieuwe video. Ik heb van iemand die ik ken, sinds kort, heb ik wat moois gekregen. Ik heb oude foto's gekregen van iemand. En die stammen dan uit, dan zeg ik over 1998, 1997. En die ga ik jullie nu laten zien. De eerste, dat is deze foto. Dus een DM90. Ik weet niet precies waar deze foto is gemaakt. Maar het is toch best een aparte foto. Dan zeker te bedenken dat dit een vrij oude foto is. Dan gaan we door naar de volgende foto. Dat is ook in een DM90 genomen. Dit is een DM90 vanuit de cabine. Ik vermoed dat dit rond een testrit is gemaakt. Rond 1998 ongeveer. Dan gaan we door naar de volgende. Dit is eigenlijk het begin van de DM90. Hier staan nog een aantal DM90'ers in de fabriek. Het zijn er in totaal 10. Ik heb ze geteld. En dit is dus in Talbot en Aken. Ongeveer rond 1996, 1997. En toen is deze foto gemaakt. Dus ja. De allerlaatste die ik voor jullie heb, dat is deze. Ik weet de plaats waar deze foto is genomen waarschijnlijk. Dit is het prototype van een talent. Kijk, hier staat ook Aachen, Germany erop. En als je goed kunt lezen, dan kun je zien dat hier, hier wordt uitgelegd wat, waar Talbot voor staat, of talent. En ik denk dat deze foto is genomen in Haanrade, ongeveer. En dat zal ter hoogte zijn van het emplacement. Waarschijnlijk heel dicht bij de overweg. Dus dat is waarschijnlijk wel zo. Nou heb ik nog meer spullen. Kijk maar, ik heb nog veel meer spullen. Willen jullie nou nog meer video's zien als dat ik meer spullen ga behandelen in video's? Dan abonneer dan even op mijn kanaal en laat een like achter. En laat een leuke reactie achter. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Doei!